Ik ga vandaag weer mijn eieren uitlopen. Ik heb zojuist een nieuwe 10 kilometer ei gekregen. Deze is nieuw, dus hier kan een tweede generatie Pokémon in zitten. Misschien wel Magby of de baby van Jinx. Ik weet het niet, ik heb er zin in, dus ik ga eventjes mijn eieren uitlopen vandaag. Tijdens het lopen kom ik natuurlijk ook andere gave Pokémon tegen. Een matchup ben ik wel heel erg blij mee, want dan heb ik weer natuurlijk Candy erbij voor mijn CP. Dan kan ik mijn Machamp straks misschien weer omhoog gooien. Dit ziet er goed uit. Volgens mij heb ik hem wel zo. Ja. Oké, dan. Oké, mijn eerste ei is uit. Ja, ik denk niet dat hier een tweede generatie in zit, want dit was een oud ei. Dus die had ik... Nog voordat de update uitkwam. Ja, zie je wel, Sparrow. Maar goed, ik kan nu wel weer een nieuw ei gaan oppakken. We gaan door. Ja, de kans dat dit een tweede generatie Pokémon gaat zijn is klein. Want ik had deze eieren al. Maar ja, je weet maar nooit. Oh, Growlithe, die is ook leuk. Nou, daarom. Ik denk misschien zitten er sowieso leuke dingen in. En ik moet toch opruiming houden. Dus deze eieren moeten er toch echt eerst uit. Voordat ik weer nieuwe eieren kan pakken waar dan wel tweede generatie Pokémon in zit. Dus we doen het gewoon. We gaan de eieren langs. En dan hierna hoop ik gewoon van alle eieren wel wat te krijgen. Dus een paar 2 kilometer, een paar 10 kilometer en een paar 5 kilometer. Want dan heb ik ook kans op andere tweede generatie Pokémon. Anders dan die Togepi en Pichu. Er zijn er veel meer, zag ik. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, wat ik er nu uit krijg is echt prut. Sorry, ik hoop niet dat ik iemand beledig door dit te zeggen. Maar ja, een Paras, daar ben ik toch niet super blij mee. Oh, deze is wel leuk. Diglett is altijd wel leuk. Schattig en geinig. Nou, een Abra of een Muk. De Grimer, sorry. Daar zou ik wel heel blij mee zijn. Nou, Nidoran ook leuk. En dan gaan we door. Volgens mij zit de laatste. Ik weet niet zeker. Psyduck. Ja, sorry, Psyduck. En dat waren ze. Even kijken. Ja, inderdaad. Nog 2 eieren te gaan. Dus dit was dan deze sessie. Die sluit dan bij deze. En dan ga ik weer nieuwe eieren lopen. En dan hoop ik morgen om uit mijn eieren in elk geval 1 tweede generatie Pokémon te krijgen. Ik weet niet of het filmpje ook echt morgen online komt, maar in elk geval morgen loop ik hem uit. Abonneer hier mijn kanaal, daar linksonder zie je mijn mans kanaal. Die maakt ook Pokémon Go filmpjes, veel meer dan ik. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doepa doe!